Jouw vraag was eigenlijk van, wat moet hij dan zo meteen doen met Bergwijn en Berghuis? Nou, dat wordt nu wel steeds lastiger. Want als je kijkt naar de balans op het veld is nu wel beter als dat het ooit geweest is. En dat komt ook natuurlijk omdat Kaplan erbij staat. Mm-hmm. Die, ondanks dat hij weinig volgens mij Engels en Nederlands spreekt. Maar ja, die zet wel de lijn uit. En niet zozeer verbaal, maar wel met zijn spel, met zijn lichaamshouding. Dit weekend ook, vond je? Zowel, jawel, vond ik ook. Dit weekend ook, jawel. Vonden Willem natuurlijk vrij kritisch. Sorry? Van Aanigen was heel kritisch over zo. Hij is altijd kritisch over goede spelers. Okay. Maar goed, ja. Hij maakt enorm veel overtrainingen nodig. Wes Kaplan, ja, dit weekend. Het is er wel één die de staat. Ja, dat wel. Dat is wat anders. Maar het is wel de enorm veel dingen. Nee, maar even om dat terug te... Want dan, Telen die gaat steeds meer zijn draai vinden nu. Dit systeem, toch? Ja. Nou, Linsson die maakt ook heel veel meters, verdedigend en aanvallend. Dan vind ik dat nog misschien de eerste die dan, waar je ruimte voor kan gaan maken. Maar om Telen nu in dit systeem kan je bijna niet omheen, hè? Daar kan je niet omheen. Dus ja, dan gaat er toch één van die twee gaat zo meteen op de bank belanden. Bergwijn of Berghuis. Ja, Berghuis is eerder fit, heel misschien. Maar heel misschien ook voor Dan wordt misschien Bergwijn wel kind van de rekening. Ja, het zou kunnen.